Dag dames en heren, in met name Midden-Nederland stond men vanmorgen op met sneeuwval en zelfs een wat witte wereld. De wegen waren over het algemeen nog goed, maar Koning Winter heeft dus nog even een flinke uitsmijter voor ons, want er zit nog meer sneeuw aan te komen. Temperaturen lagen vanmorgen vroeg, juist in het midden van het land, maar net boven nul. En daar was de regen die op veel plaatsen viel dan ook in sneeuw overgegaan. En we zien de neerslag op de neerslagrader: hier een strook dwars over het land. En met name in dat intensieve gebied, ja, daar viel dus op uitgebreide schaal sneeuw. Flinke sneeuwvlokken werden er gemeld. Heel voorzichtig trekt het hele zaakje naar het noordoosten. En dat is ook de verwachting volgens de computerberekeningen. Vanmorgen vroeg dus een band met vooral natte sneeuw dwars over het land. bij temperaturen rond het vriespunt. Geleidelijk aan trekt dat naar het noordoosten weg. Maar dan komt er vanuit het noordoosten een nieuw gebied. Vanavond en vannacht trekt dat over een groot deel van het land. Bij temperaturen rond het vriespunt wordt het dan op veel plaatsen ook gewoon weer wit vanavond en morgen dan wordt het geleidelijk aan vanuit diezelfde noordoosthoek droog, maar warme lucht wordt er niet mee aangevoerd. Dat betekent vanmorgen veel bewolking en met name nog in het midden en oosten en ook noordoosten van het land natte sneeuw. Misschien is ook nog wel eventjes sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Elders of regen of een tijdje droog. En ook vanmiddag zijn er even wat momenten dat het droog is. Met name in het zuidwesten van het land. Want in het noordoosten, daar begint het dus in de loop van de middag te sneeuwen. De temperatuur zal dan dalen tot rond het vriespunt. En die sneeuwval die zal zich in de namiddag en avond naar het zuiden gaan uitbreiden. Dit zijn echte maximumtemperaturen op het moment dat het droog is. Ja, en verder waait er een koude noordoostenwind. Vanavond. Op steeds meer plaatsen sneeuwval. Bij temperaturen dalend tot rond het vriespunt. Een koude Noordoostenwind. Het is wat dat betreft echt op en top winter. En die temperaturen die gaan geleidelijk aan verder omlaag. En dat betekent dat het vanavond op steeds meer plaatsen toch wit en ook misschien wel glibberen wordt. Vannacht bij temperaturen rond, misschien zelfs wel iets onder nul. Nog altijd op uitgebreide schaal sneeuwval. Later wordt het in het noorden droog en let ook even op die wind. Het waait zeker in het noordelijk kustgebied ook vannacht nog altijd stevig door. Morgen in de ochtend nog veel bewolking en vooral in het zuiden en zuidoosten wat sneeuwval. Dat trekt dan naar het zuiden verder weg en in de loop van de dag breekt met name in het noorden en westen nog even de zon door. Nog altijd waait die koude noordoostenwind en de temperatuur komt dan in de middag ook niet veel verder dan slechts een graad of vijf. Tot de volgende keer.